een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Ja, dat is bizar hoe de tijd voorbij is gevlogen. Op 24 februari 2022 begon Poetin met zijn speciale militaire operatie, zoals hij de oorlog nog steeds noemt. Een jaar lang vol geweld, knallen en luchtalarmen daar. In het AD deze ochtend een interview met minister voor Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Hij zegt dat de oorlog nog niet halverwege is en dat de steun aan Oekraïne voorlopig nog jarenlang door zou moeten gaan. Het is onze morele plicht en geopolitieke noodzaak tegen een agressor die anders maar doorgaat. Onze geloofwaardigheid wordt getest, zegt hij. Dit wordt gezien in Moskou, in Peking en in Teheran. En je kunt niet ongestraft de grens overwandelen en dood en verderf zaaien. Nou, mocht dat betekenen dat de prijzen omhoog gaan, de inflatie verder stijgt, dan moet het kabinet kijken naar nieuwe koopkrachtversterkende maatregelen, zegt Hoekstra vanochtend. Ja, het zal dus niet snel voorbij zijn. En hoe beleven ze deze week dan in Oekraïne? 7200 burgerslachtoffers, verder verwoeste dorpen, steden en infrastructuur. Meer dan 8 miljoen Oekraïners op de vlucht. Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever, die is in Zaporizhia vandaag, deze ochtend in ieder geval. Hans-Jaap, goedemorgen. Ja, een jaar oorlog al. Hoe wordt dat daar beleefd? Nou, mensen kijken vooral eerst nog even naar deze week, waar ze verwachten dat het een krankzinnige week kan worden. Bang dat Rusland iets geks gaat doen, juist rond die verjaardag van die oorlog. Maar over het algemeen, ik ben nu een paar weken aan het rondreizen door het land, zie ik veel mensen die oorlogsmoe zijn. Maar één mevrouw vat het samen, ja, we zijn wel oorlogsmoe, maar nog niet uitgeput. Want zij zien natuurlijk ook wel die lange oorlog eigenlijk aankomen, maar zijn daar ook heel bang voor, hoor, dat nu de oorlog een beetje vastloopt. Hè. Ik ben bij de frontlinie bij Bachmoed in de buurt geweest. Ja, ligt het heel erg vast. Maar hoe langer dat duurt, en ze wachten op nieuwe wapens van het Westen. Maar ze zeggen, ja, Rusland heeft zoveel manschappen. Als wij niet snel genoeg wapens krijgen, ja, dan kunnen de Russen hier wel verder oprukken. Dus dat zijn de grote zorgen op dit moment in deze herdenkingsweek. Ja, wat merk je verder van het grote voorjaarsoffensief dat nu begonnen is? Want je zit in de buurt van dat front. Kijk, ja, Zaporizhia ligt iets van 40 kilometer van het front. Maar ik ben tot op 1 kilometer van Russen geweest. En dan, ja, er wordt heel veel gevochten bij Bachmoed. De ene inslag naar de andere zie je daar, van beide kanten. Maar je ziet daar niet een heel grote nieuwe daad of zo. Ik denk dat de Russen toe in staat zijn. Ze willen misschien wel heel groot toeslaan, maar hebben gewoon niet de capaciteit daarvoor. En dus gaat het maar door met artilleriebeschietingen. Dag en nacht. Maar ja, de Russen hebben misschien een paar honderd meter per dag aan vordering op dit moment. En daarom zeggen de Oekraïners ook, wij moeten... Ja, Hans-Jaap, sorry, ik moet je onderbreken. En dat komt omdat de verbinding nu niet meer helemaal goed is. Maar goed, ja, duidelijk hoe ze er daarin staan. Ja. En dan is...